Vandaag brengen we je een overzicht van de nieuwste, meest opwindende dingen die op camera vastgelegd zijn. Laten we meteen beginnen met een verbluffend onweer. 20. Timelapse van onweer. We beginnen met deze prachtige timelapse die gemaakt werd door Geoff Green in West-Australië. Natuurlijk hebben we allemaal wel eens een onweersbui meegemaakt, maar een timelapse als deze toont ons pas goed hoe mooi een storm kan zijn. Kijk hoe het onweer door de lucht lijkt te rollen en hoe de bliksem achter de wolken flitst. Het is verbazingwekkend om te zien. Heb je wel eens een timelapse video als deze gemaakt? Het is heel gemakkelijk met moderne telefoons. Je hoeft alleen maar de timelapse instelling in je camera app te vinden en je hebt een goed statief nodig. 19. Giraf heft jongen op. Kijk eens naar dit volgende filmpje waarin we zien hoe een jongen een giraf voedert. Het is een vrij oude video, maar het blijft verbazend om te zien. Je ziet hoe de jongen de giraf een lekkere plant geeft. De giraf lijkt het erg lekker te vinden en tilt zijn kop op om de plant van de jongen aan te nemen. De jongen vergeet echter de plant los te laten en hij gaat de lucht in. Gelukkig weten zijn ouders hem weer naar beneden te trekken, maar zoals je ziet weigert de giraf zijn voedsel los te laten. 18. Brug in Bordeaux. Hier zie je de grote Pont Jacques Chaban-Delmas. Het is een brug in Bordeaux waarvan het middendeel hoog in de lucht kan worden opgetild, zodat grote boten en cruiseschepen er gemakkelijk langs kunnen. In deze video zie je een timelapse van het opengaan van de brug. Het is een geweldig bouwwerk en ook heel mooi om te zien. 17. Vervelende pelikaan. Deze man probeert zijn maaltijd te nuttigen terwijl hij wordt lastiggevallen door een grote pelikaan. Het lijkt wel of ze elkaar kennen, want de man stoort zich helemaal niet aan de vervelende pelikaan die een hoed lijkt te willen zijn. Hij zet zijn reusachtige snavel op het hoofd van de man. Misschien wil hij ook wel wat eten. Op een gegeven moment heeft de man er genoeg van en geeft de pelikaan een lichte klap op zijn snavel. Maar de vogel laat er zich niet door storen en blijft zijn snavel op het hoofd van de man zetten. 16. Paard met een kunstbeen. Als een paard één van zijn benen verliest, is dat een ramp voor het dier. Paarden beschikken niet over rolstoelen en kunnen moeilijk functioneren met slechts 3 benen. Maar dankzij de vooruitgang op het gebied van protheses kunnen zelfs 3-benige paarden hun verloren been terugkrijgen. Kijk hoe blij en snel het paard in de video is. Hij geniet er duidelijk van dat hij weer kan lopen met zijn nieuwe prothesebeen. 15. Hond doet mee aan race en wint. Tijdens een wedstrijd op een middelbare school deden de vrouwen mee aan de 4x200 estafette toen een hondje de baan oprende. Ze was ontsnapt uit de handen van haar baasje en sleurde haar riem achter zich aan. Ze achtervolgde de eerste loper en won zelfs. Gracie Laney lag aan de leiding, maar ze werd verslagen door de hond die Holly heette. Holly klokte de laatste 100 meter in ongeveer 10,5 seconden, slechts 1 seconde onder het wereldrecord van Usain Bolt. En ze passeerde Gracie vlak voor de eindstreep. 14. De walvisval van Eden. Het ongewone gedrag van deze walvis is vermoedelijk ontstaan door de vervuiling. De vervuiling heeft de golf van Thailand, waar dit gedrag wordt waargenomen, tot een hypoxisch milieu gemaakt. Wat betekent dat er weinig zuurstof in het water beschikbaar is. Dit komt doordat rioolwater dat van het land wegstroomt de zee heeft vervuild. Het rioolwater verbruikt alle zuurstof en het enige water waar de vissen zuurstof kunnen krijgen is aan het oppervlak. Dus kan de walvis zijn prooi enkel in de bovenste laag van het water vangen. Door zijn bek wijd open te zetten en de mondhoeken onder het oppervlak te houden, kan de walvis een waterstroom in zijn bek opwekken en zo vis vangen. 13. Een evenwichtsoefening. Kijk eens naar deze man die grootmeester is in de kunst van het balanceren. Je gelooft haast niet wat deze man bovenop een kleine fles in evenwicht weet te brengen. Kijk hoe hij de fiets optilt en heel voorzichtig met de kickstand bovenop de fles plaatst. Denk je dat dit echt is? Of gebruikt hij een touwtje om de fiets rechtop te houden? Daarna doet hij hetzelfde met een stoel met een jongen erop. Zou jij erin slagen iets dergelijks te doen? 12. Demonstratie van constante snelheid. We zien hier enkele mensen die het principe van constante snelheid uit de natuurkunde demonstreren. Constante snelheid betekent dat het bewegende voorwerp zich in een rechte lijn met een constante snelheid voortbeweegt. Hier gebruikt een groep mensen een tractor met een trampoline eraan vast. Je ziet iemand op en neer springen en je ziet dat hij of zij terug op de trampoline valt. Technisch gezien vliegt deze persoon vooruit. 11. Kat beschermt kippen. We zien hier een hele lieve kat die 2 kuikentjes lijkt te hebben geadopteerd. De kuikens zitten onder de kat verstopt terwijl hij angstig omhoog kijkt. Er zou wel eens een roofvogel op de kuikens kunnen afkomen voor een smakelijke maaltijd. De kat laat het niet gebeuren en duwt een van de kuikens dieper onder zich om zeker te zijn dat ze beschermd is. Ze richt haar ogen echt op het roofdier om er zeker van te zijn dat haar kuikentjes niet zal overkomen. Waarom denk je dat de kat zich zo gedraagt?
Heeft ze de kuikens geadopteerd of beschermt ze haar maaltijd voor later? 10. Schildpadredding. In deze video zie je hoe een ongelukkige schildpad vastzit tussen de grond en wat rotsen. We weten niet hoe lang de schildpad daar al zit of waar de video werd opgenomen, maar hij lijkt in grote problemen te zitten. Gelukkig wordt de schildpad opgemerkt door een vriendelijke man die besluit de schildpad te helpen. Hij trekt hem uit zijn hachelijke positie en laat hem vrij in de oceaan. De schildpad zal deze man wel erg dankbaar geweest zijn. Als niemand hem geholpen zou hebben, zou hij het zeker niet overleefd hebben. De man moet zich goed gevoeld hebben toen hij dit diertje hielp. 9. Hawaii lavastroom. Deze video werd in Hawaii opgenomen en toont stromende lava. Je hebt vast al eens een video van lava gezien, maar deze video demonstreert hoe snel lava kan stromen. De video werd gemaakt in Hawaii tijdens een uitbarsting van de Kilauea-vulkaan. De lava stroomt met een snelheid van 27 km per uur. Dit betekent dat je het onmogelijk kan ontlopen. Dus als je lava je kant op ziet stromen, is het misschien beter om uit de weg van de stroom te springen en niet te proberen hem voor te zijn. Het zal je zeker inhalen. Normaal stroomt lava langzaam, maar dit kan snel veranderen en je weet nooit zeker of de snelheid constant blijft. 8. Gigantische hagedis. In deze video zie je hoe iemand een reusachtige hagedis streelt. De hagedis is zo groot dat hij bijna op een dinosaurus lijkt. Hij lijkt te genieten van het liefkozen, want je ziet zijn tong in en uit zijn bek glijden. Waarschijnlijk is het niet zo'n goed idee van de persoon om dit te doen. Dit soort enorme hagedissen kunnen behoorlijk gevaarlijk zijn en ze lijken in de verste verte niet op honden. Zou je zo'n grote hagedis of ander reptiel willen strelen? Of toch liever een hond? 7. Aanval door buitenaardse wezens. Aan het begin van deze video vraag je je bijna af of hij nep is. Uit de struiken komt een merkwaardige zonderlinge man aangerend. De video is niet van de beste kwaliteit, waardoor je denkt dat het verzonnen is, zoals de vele twijfelachtige Bigfoot-video's die je op het internet vindt. Maar als de buitenaardse man eenmaal dichtbij genoeg is, zie je pas echt wat het is. Het is geen buitenaards wezen, maar een aap. En de aap vindt het helemaal niet leuk om gefilmd te worden. Hij slaat de camera uit de hand van de man. Blijkbaar heeft hij genoeg van natuurfotografen die zijn bos verstoren. 6. Vratte zwijnen worden gereinigd. Dit is een leuke video waarin je ziet hoe een paar vratte zwijnen een poetsbeurt krijgen van een paar mangoesten. Het lijkt er bijna op dat het vratte zwijn aangevallen wordt, maar niets is minder waar. De mangoesten en het vratte zwijn onderhouden een symbiotische relatie. De mangoest eet de insecten en teken van de huid van het vratte zwijn en het vratte zwijn stemt toe omdat deze teken en andere insecten hem veel last bezorgen. Deze relatie is dus wederzijds voordelig en erg grappig om te observeren. 5. Een oud vrouwtje helpen. In het volgende filmpje zie je een sympathieke vrachtwagenchauffeur die besluit een oude dame te helpen om bij haar auto te komen. Zoals je ziet is de ondergrond overstroomd en kan de dame haar auto niet bereiken zonder natte voeten te krijgen. De vrachtwagenchauffeur heeft dus zijn laaddeur neergelaten en rijdt langzaam achteruit waardoor een doorgang ontstaat voor de dame om met droge voeten bij haar auto te komen. Het is heel vriendelijk van de chauffeur en de dame zal deze daad van vriendelijkheid niet snel vergeten. Soms kunnen mensen echt heel goed zijn voor anderen. 4. Beren die in een boom klimmen. Hier zien we een paar zwarte berenwelpjes in een boom klimmen. Kijk eens hoe snel ze dat doen. Ze spelen zelfs met elkaar en proberen elkaar te plagen. Op wonderbaarlijke wijze valt geen van de welpen uit de boom. Ze hebben sterke klauwen en kunnen gemakkelijk op en neer klimmen zoals je ziet. De moeder stoort zich er niet eens aan. Ze weet dat de welpen sterk genoeg zijn om gemakkelijk op en neer te klimmen. 3. Vliegende man. Deze video toont een marinier van de Britse Royal Navy die een jetpack uitprobeert. Het pak is ontworpen door de firma Gravity Industries. Gravity zegt dat hun pak tot 128 km per uur kan vliegen en tot een hoogte van 3,6 km kan klimmen. Het zou soldaten helpen snel aan boord te komen van schepen op zee zonder dat een helikopter nodig is. Zou je zo'n pak willen uitproberen en rondvliegen als Iron Man? 2. Vliegtuigrol. Kijk naar deze vliegtuigen die een rol uitvoeren. Het is prachtig om te zien hoe dicht deze vliegtuigen bij elkaar komen. Ze vliegen in perfecte formatie. Ze vliegen heel dichtbij en slagen er zelfs in verbluffende stunts uit te voeren. Deze piloten zijn echte professionals. Ben je wel eens bij een vliegshow geweest en heb je gezien hoe stunts als deze werden uitgevoerd? 1. Stok wordt geëlektrocuteerd. In deze laatste video ben je getuige van de wonderbaarlijke kracht van elektriciteit. Probeer dit niet zelf te doen de volgende keer dat je een paar elektriciteitskabels ziet. In de video zie je dat een stok tussen de twee kabels terechtgekomen is en ze zo met elkaar verbindt. Een sterke elektrische stroom begint tussen de twee leidingen te stromen en de stok vat meteen vlam. Het is best mooi om te zien, op voorwaarde dat het niet zo gevaarlijk was. Probeer nooit zo'n stokje te gooien, het is niet alleen uiterst gevaarlijk voor je, je kunt ook een stroomuitval veroorzaken.
Welke video vond je het leukst? Laat het ons weten in de comments. Vergeet je niet te abonneren en hopelijk zien we je de volgende keer weer voor een nieuwe video.